Hier ben ik. Juf? Juf Doreen? Ben je ook nog ergens? De kinderen zitten allemaal te kijken. En ik ben helemaal alleen. Waar ben je dan? Ben je hier? Nee, juf? Juf? Misschien hier? Nee, ook geen juf. Juf? Juf? Ik ben helemaal alleen met de kinderen. Ze zijn er al. Kom eens snel. Ach ja, Fantje. Doe maar rustig aan, jongen. Ach, gelukkig, juf. Daar ben je. Ja, Fantje, ik kon niet zo hard. Het is hier zo ontzettend warm. Mam, er is nergens schaduw. Ja, net heb ik even onder een boom gestaan. Maar verder zijn er bijna geen bomen hier. Oh, ik heb het zo heet. Oh ja, juf, heb je het echt zo warm? Nou, ik vind het altijd dit weer. Voor mij is het niet nieuw. Hebben jullie het ook warm dan? Ach, Fantje. Misschien moeten we eens even bedenken waar we zijn, want dat weten de kinderen natuurlijk niet. Zullen we eens kijken bij de leefgebieden? Moet jij mij maar eens aanwijzen waar wij zijn, want jij weet dat goed. Dat is goed, juf. Ik ga jou wel even helpen. Kijken jullie mee, kinderen? Ja, want we hadden het natuurlijk wel over de leefgebieden gehad. Vorige week was juf Janine helemaal met een dikke jas en een deken en handschoenen. Die was in het Poolgebied. Maar Fantje, die woont niet in het Poolgebied. Waar woon jij, Fantje? Ik woon in de savanne. Hier. Zie je wel? Er is maar één boom. Heel veel stof en zand en zon. En daar gaan we over leren vandaag. Leren jullie mee over waar ik woon? Ja, dat heeft Fantje goed verteld. We gaan vandaag leren over de savanne. En we gaan ook een dier maken die op de savanne leeft. De savanne is één van de leefgebieden die jullie ook in de dierentuin gemaakt hadden. Ik heb hele mooie maquettes gezien. En hele mooie dingen. Kinderen die er lekker mee aan het spelen waren. Echt leuk, jullie eigen dierentuin. Als we kijken naar de savanne, dan zag je al een beetje op het andere plaatje ook, maar hier zie je het ook. In savanne, daar groeien wel een aantal bomen, niet heel veel, dus het geeft maar een klein beetje schaduw. Er is veel zon en er is veel gras, geel gras. Af en toe heb je een beetje water. Dat vinden olifanten ook heel fijn, dat hebben we ook geleerd. Daar gaan ze lekker met hun slurf mee spelen. Andere dieren die op de savanne leven, dat zijn de olifant natuurlijk, de zebra's, de neushoorn, giraffen en de leeuw. En de leeuw die wordt ook wel de koning van de dieren genoemd, omdat hij er zo ontzettend mooi uitziet en zo goed eigenlijk de baas is, de leiding geeft. Nou, deze dieren leven met elkaar op de savanne. Savanne is natuurlijk een heel groot gebied, dus ze kunnen er ook allemaal leven. Als je nou meer nog wil weten over deze dieren, dan kan je onder dit filmpje kijken. Daar heb ik een paar verwijzingen gezet naar filmpjes op school tv die over de giraf gaan en over de neushoorn. Het filmpje van de olifant heb je al wel eens bekeken, van de leeuw. Dan leer je ook nog wat meer over deze dieren. Die dus met elkaar op de savanne leven. Savanne waar het warm is en waar weinig groeit. We gaan ook een dier maken. Jullie hebben mozaïekdieren opgestuurd gekregen. Dat zijn voorbeelden. Je mag ook zelf een ander dier bedenken. Bijvoorbeeld een zebra die je gaat maken. Niet al deze dieren leven op de savanne. Er zijn ook wat dino's bij. Die leven daar niet, maar als je dat leuk vindt om te maken, mag je ook een dier maken wat in een ander leefgebied leeft. Ik ga de giraf even als voorbeeld laten zien hoe ik die maak. Nou, wat heb je dan nodig? Je hebt een groot vel papier nodig om op te werken. En je hebt een heleboel vierkantjes nodig. Die kan je zelf gewoon maken van een groot vel papier. Een schaar en iets van plaksel of lijm. Als je het dier gaat namaken van het voorbeeld, dan tel je hoeveel het er zijn. Dus ik zie hier geel, bruin, geel, bruin, geel, bruin, geel.
En dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ga ik dat ook op mijn papier doen. Ik begin met geel, bruin, geel, bruin, geel, bruin en geel. Tel maar even mee of we er 7 hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus nu heb ik de poot en de nek gedaan. Nou zie ik hier bij zo'n kopje dat dat niet vierkant is, maar dat dat een rechthoek is. Dus dan pak ik nog een geel vierkantje. En als ik dat ernaast leg, dan heb ik een rechthoek. Twee vierkantjes is één rechthoek. Nou, dan ga ik weer terug naar het voorbeeld. En dan zie ik dat geel, bruin, geel, dat hij dan zijn lijf gaat maken met een bruine en een gele en een staartje. Dus geel, bruin, geel, bruin, geel, staartje. Dan ga ik weer terug naar mijn eigen papier. Geel, bruin, geel. Dan ging ik er één opzij. Bruin. Geel. En dan moest ik zijn staartje maken. Nou, zijn staartje is niet echt een vierkantje, want dan lijkt het net of zijn lijf groot is. Zijn staartje is een beetje, ja, ik denk dat ze hem een beetje zo ingeknipt hebben. Misschien ook een beetje dubbel gevouwen hebben, zo. Zo. Zijn staartje. Dat ligt zo'n beetje, zie je dat? En dan zie ik op het voorbeeld ook weer dat ze dan nog naar beneden gaan. Een bruine en een gele. Dat doe ik dan ook op mijn papier. Een bruine en een gele. En als ik dan zie dat deze een giraf is, dan pas ga ik hem opplakken. Want ik weet nu zeker dat het goed is. En als ik hem dan opgeplakt heb, dan kan ik ook nog oortjes eraan tekenen. Een oogje en een mondje. En ik zou er ook nog wat gras onder kunnen tekenen of een blauwe lucht erboven. Nou, dat mag. Wat moet, is dat je een dier met van die mozaïek vierkantjes gaat maken. Je mag zelf weten welk dier, van het voorbeeld of zelf bedacht. Maar er moet een dier op komen. En als je het leuk vindt, kan je daar omheen nog de omgeving maken waar het dier leeft. Stel nou dat je dus een rechthoek nodig hebt, dan kan je heel goed twee vierkantjes naast elkaar gebruiken. En wat zou je kunnen doen als je een driehoekje nodig hebt? Want ik zag bij het voorbeeld ook bij een aantal dieren dat er driehoekjes gebruikt zijn. Dan zie je hier bij de dino, maar ik zag het ook bij de olifant op verschillende plekken. Hoe zou je een driehoekje kunnen maken? Nou, een driehoekje. Heb je een vierkantje nodig, dan vouw je de puntjes op elkaar totdat je een driehoekje hebt. En dan kan je hem gewoon dubbel vouwen. Dus één vierkantje. Dus twee driehoekjes. Dus als je een heleboel gekleurde vierkantjes hebt, kan je eigenlijk elke vorm maken. Een rechthoek of een driehoek. Veel succes met het maken. Wil je nog wat filmpjes zien over dieren? Kijk dan onder het filmpje. En tot de volgende keer. Doeg!